Oud-circusdirecteur Milko Stijvers houdt zich in coronatijd druk bezig met een 1,5 meter act. Vandaag en gisteren stond hij op het Jan van Brabant College. 1,5 meter afstand houden, jij bent er al helemaal op voorbereid zo te zien. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is de tweede ochtend vandaag hier op het Jan van Brabant College. En zoals je ziet, ik heb de disco mobiel bij me. 1,5 meter is de maatstaaf. En wie kan dat beter doen als 1,5 meter hemzelf, hè? Ik zeg ook altijd, jongens, mocht u niet weten hoeveel 1,5 meter is, kijk even naar mij. Dit is 1,5 meter. En het gaat perfect. De jeugd luistert naar. Het weekend sta ik weer op de markt. Het is eigenlijk uit de nood geboren werkzaamheden. Waarom vind je het zo belangrijk om het bij te brengen aan iedereen? Nou, ten eerste, ik heb nog een oma, ik heb nog een opa en ik heb nog mensen om me heen. Ja, die het gehad hebben en ik vind het gewoon heel erg dat het er is. En ik wil gewoon ook de jeugd bijbrengen. Jongens, hou je eigen aan de regels, des te eerder zijn we er vanaf. Ga je het ook op andere scholen doen? Ik hoop het wel. Ze gaan het nu op LinkedIn zetten. Ik ben overal voor te porren. Dus vandaag hier nog en ja, morgen weet ik niet. Maar het weekend ben ik in Helmond op de markt. Zondag sta ik in Rotterdam. En zo heb ik allerlei kleine evenementjes, wel op gepaste afstand. Ik sta bij restaurants, overal waar mensen komen, hou ik de 1,5 meter in acht. En hier doe ik eigenlijk het hele repertoire. Ze moeten afstand houden, ze mogen geen groepjes vormen. Als ze verkouden zijn, moeten ze thuis blijven. En het werkt super, ik krijg alleen maar leuke reacties. Ik ging er een beetje heen met een beetje pijn in mijn maag naar de school. Je weet nooit hoe de jeugd reageert. Maar eerlijk waar, complimenten voor de Jan van Brabant. Super. Ik krijg alleen maar duimpjes en goed wat ik het doe. Dus door heel Nederland en je zei ook Rotterdam. Sta je daar dan ook weer op het markt? Nou, in Rotterdam heb je het Kralingse Bos. Daar komt het weekend, komen daar heel veel mensen bij elkaar. En daar hebben ze een klein koffietentje staan. En echt, daar staat een rij van, nou ik denk wel 50 meter. En die mensen die hou ik ook uit afstand en die hou ik ook af. Uit elkaar, dat ze niet te dicht bij elkaar zijn. Want ja, dat restaurantje dat heeft zijn spulletje, zijn tafeltje buiten gezet. En die wil open blijven. En zo gauw ze klachten krijgen van de handhaving, is het afgelopen. Dus die hebben mij ingehuurd om de mensen netjes. En dat gaat super, echt. Dat gaat zo leuk. De mensen die je ziet wel eens mensen groepjes bij elkaar staan en dan loop je naast, of dan rij je naast toe met het karretje. En dan ga je gezellig praatje met ze maken. Hebben jullie geen familie? Ja, hoezo dan? Jullie staan veel te dicht bij elkaar. Ja, die flauwekul. Ik zeg, nee, dat is geen flauwekul. Ik zeg, hou je eigen aan de regels en je helpt niet alleen jezelf. Dus het is echt, het is ongelooflijk hoe leuk en hoe de mensen bereidwillig zijn om eraan mee te werken. 99% is altijd positief. Dankjewel. Alsjeblieft.